U bent nog steeds afgestemd op Salto 1. Dit is BV Nederland onder de loep. Ernie voert een procedure tegen de Belastingdienst. Ernie is met zijn ondernemen in grote problemen beland, net als vele ondernemers door de coronaschuld. Annelies gaat met hem in gesprek. Waarom heb jij een probleem met de Belastingdienst? Wie niet, zou ik zeggen. Dat is waar. Allereerst laat ik zeggen dat ik niet tegen het betalen van belasting ben. Dat is een hele belangrijke, ja, denk ik. Alleen waar we nu in geschoven zijn door de corona, daar is het destijds mee begonnen. Er zijn nu zoveel. Er is een corona in onze schoenen geschoven, zeg maar in 2020. Ja. Waarbij ik zelf de eerste weken dacht van nou, er is wel wat aan de hand. En vervolgens ben ik gaan onderzoeken en ben ik erachter gekomen dat daar heel veel fake was. Ook doktoren werden uitgeschakeld. Die mochten niet met ivermectine onder andere komen, dat soort, ja, dingen. Alle complotten daar gelaten. Wat je nu ziet is dat landen als Japan, Engeland, Duitsland, die bieden de verontschuldigingen aan. De ministers bieden de verontschuldigingen aan. Aan het volk wegens het verkeerde beslissingen die ze genomen hebben. En daar is eigenlijk dat hele belastingding mee begonnen. Dus in 2020 hebben ze natuurlijk gezegd van je krijgt een corona hulp. Ja, want jij hebt een bedrijf. Ja, we hebben het over de schuld die is ontstaan wegens de hulp dat belasting mocht worden uitgesteld. Of eigenlijk, dat was toen onduidelijk. Dat hoefde je niet te betalen. In het jaar van de corona. Volgens mij was dat 2020, 2021. En over die schuld praten we. Nou, in 2022, 2023 moesten we terug gaan betalen. Heb ik gewoon netjes terugbetaald. Alleen toen kwamen de punten van de verontschuldigingen van de mensen. En dat de corona eigenlijk een hele... Ja, ik mag niet direct zeggen fake, maar ik heb toch mijn zeer ernstige twijfels. Nou, ik begrijp uit jouw woorden dat je bedoelt dat er heel veel landen wel verontschuldigingen aanbieden. Daar zou uit voort kunnen vloeien dat alles niet op de juiste manier is gegaan. Dat er niet op de juiste manieren met coronaschulden, belastinginning, teruggaves en noem maar op is omgegaan. En daar doel je dus nu op. Ja. Wij hebben hier in Nederland geen excuses gekregen. We hebben geen excuses gegeven, anders dan andere landen. Alles wat daar neergezet wordt als kennis van kijk, die corona was niet zo goed. Hè. We hebben dat in ieder geval niet zo goed gedaan. Opsluiten van mensen. En op het moment dat zij de excuses aanbieden, ja, dan krijg je natuurlijk een hele vervelende financiële situatie. Ja. Als je kijkt... Kun jij vertellen wat jouw vervelende financiële situatie nu op dit moment is? Want daarvoor zijn we hier. Je hebt een hele vervelende situatie. Ja, we hadden... om te beginnen, voor de corona deed ik iets in energievoorziening. Boomingmarkt. Dat was een stukje insight cijfers. In mijn eentje deed ik ongeveer 1,5 miljoen per jaar. Ja. Aan omzet. En 2020 is dat teruggebracht naar enkele tonnen. Dus dat is een enorme klap. Ja, dat is enorm. Dat is nogal wat om zo'n derving van je inkomsten exact te hebben. Nou, die corona-hulp die heeft toen een beetje geholpen. En die omzet is nog steeds niet teruggekomen. Dat heeft ook met rechtszaken te maken, met allerlei dingen die we doen. Dus de schade, de economische schade die het MKB heeft geleden in Nederland en in de wereld, is natuurlijk gigantisch. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Als je dan kijkt naar, als het een corona-hulp is, dan moet je helpen en daar niet meer op terugkomen. Maar nu gaan ze in een tijd waar bedrijven, MKB, zoals ik zelf, eigenlijk in een neergaande economische spiraal zitten. Als we dan die corona-hulp gaan moeten terugbetalen, ja, dan vraag je om massa faillissementen. En als je dan kijkt naar de verontschuldigingen van andere landen en allerlei doktoren van Kessel die bezig is, advocaat van Kessel voor de mensen die het, anders moet je maar zoeken. Ja, nee, Arno van Kessel. Ja, Arno van Kessel. Maar ook voor de mensen die het niet weten, ja, kijk maar wat hij aan het doen is. Ja. Dat is allemaal in de lijn van, ja, als de corona
feitelijk een verzinsel is, dan wordt de vraagstelling van de coronahulp, moeten we die dan wel terugbetalen? En dat is eigenlijk de case die we hier neerzetten. Ja. Wij zijn in januari begonnen van hoe kan je nou zo'n case opzetten? En hebben wij een aantal vragen gesteld aan directeuren van belasting. Dat is dit rapport. Ja. En daarvan hebben we gesteld van joh, als jij deze vragen kan beantwoorden, dan maak ik onmiddellijk dat geld over. Dus dat is uiteindelijk een deal. Nou, die vragen die is het ministerie van Financiën, minister van Financiën, Steven Weyenberg, Bas van Dungen. En naar Peter Smink is de vraag gesteld van, joh, ik heb hier deze lijst met vragen. Het zijn 10 vraagjes, heel simpel. Als je dat kan beantwoorden, dan maak ik het hele bedrag over. En die vraag was, ik wil en geen... En wat was het totale bedrag, of wil je dat niet zeggen? Het was aanzienlijk. Aanzienlijk, oké. Okay. Het was aanzienlijk. Oké. Okay. Maar het lag klaar. Ja. Want als zij de vragen kunnen beantwoorden, dan hebben ze recht op dat geld. En dan krijgen ze dat geld ook gewoon. Op die vragen. Dus jij wil het feitelijk niet betalen, zolang die vragen niet beantwoord zijn, of dat daar duidelijkheid in komt? Want... Nou, die termijn is verstreken inmiddels. Okay. Dus dat is klaar. Die kans hebben ze gehad. En een aantal van die, dat hele rapport is op te vragen, want dat is een openbaar contract, dat kunnen we een openbaar contract maken. Waar kunnen we dat opvragen? Bij maas.nl. Maas.nl. Of councilmaas.nl. Dus de vraag was, een van de vragen is van, worden wij bestuurd door een NGO van het buitenland? Nou, die vraag is natuurlijk niet, dat was de WHO. Ja. Die vraag is natuurlijk niet beantwoord en dat was indirect de vraag van, is de corona wel de corona zoals we gedefinieerd hebben? Nou, die vraag is niet beantwoord. Daarvoor heb ik gezegd van om mijn claim kracht bij te zetten, betaal ik een gedeelte van die coronaschuld over. Dan moet je afboeken op dat en dat en dat. Dus juridisch gezien zouden we een contract hebben. Maar de overheid is niet echt een betrouwbare organisatie. Dus of dat allemaal gaat hout snijden, dat zien we later. Dat is doorgezet en... Uiteindelijk is de hele communicatie is genegeerd, terwijl regeringsleiders zijn aangeschreven, directeuren zijn aangeschreven in persoon, alle locaties directeuren zijn aangeschreven, dus ze kunnen niet zeggen ik heb het niet ontvangen. En dan doe je het ook nog aangetekend, gewoon per post, per mail en brengen. Dus niet kunnen lezen, dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja. Dus het is genegeerd. Vervolgens staat, hebben ze de eerste, dus in maart of zo, hebben ze een x-bedrag van mijn rekening gehaald. Bij de wet is dat gewoon diefstal. Zij vinden dat anders, maar volgens mij zegt de wet, als jij steelt, is dat diefstal. Ja. Daarvan heb ik gevraagd van, joh, wie heeft nou geld van mijn rekening gehaald? Geen antwoord. De directeur aangesproken, ook geen antwoord. En dat is nu opgelopen tot een claim van 3 miljoen tegen de Nederlandse Belastingdienst. Ja. Maar eigenlijk niet de Belastingdienst, maar de personen die verantwoordelijk zijn voor het beslag leggen van mijn rekening. Dus dat is één lijn. Nou, de belasting vond dat niet zo fijn. Dus de tweede keer voor de coronaschuld hebben ze gezegd van... hebben ze het geld stelen van mijn rekening, dat was toch wel lastig, want dat is wel heel veel bewijslast. En toen zijn ze gaan dreigen van, wij komen beslag leggen op de hele inboedel van je bedrijf. Dus ze slopen feitelijk al mijn gereedschap meenemen, dan wordt het wel lastig om nog een schroefje aan de muur te zetten. Ja. Dus dat was de volgende dreigement. Ja. Daarvan heb ik de belasting destijds aangeschreven. Vorige maand was dat. Van joh, ten eerste ben je een overtreding. Ten tweede, ik zou goed de case eventjes bekijken. Want dit heeft ernstige gevolgen. Als hier de deurwaarde de spullen komt weghalen. Terwijl jullie een overtreding zijn. Drie, er ligt een tegenclaim. Dus dat klopt al niet. En er was nog een punt. Maar je hebt een voorstel gedaan. Ik had al een voorstel, maar het wordt niet gelezen. Dus de informatie wordt niet gelezen. Dus alles is genegeerd. En de vierde was van, waarom kiest de directeur van Centraal Nederland er blijkbaar voor
om mijn gereedschap uit mijn bedrijf te halen, terwijl er gewoon geld op de rekening staat. Als ik een vraag stel als burger aan de belasting, waarom dat er geld van mijn rekening gehaald wordt, ja, dan hebben zij de plicht om te antwoorden. Wij zijn de baas, niet de belasting is de baas, wij zijn de baas. Wij betalen hun salaris. Ja. Dus, ze hadden gedreigd met het geld van mijn rekening te halen, of nee, sorry, het bedrijf leeg te halen. Ik moest naar het buitenland, ik ben teruggekomen. Op de dag dat ik terugkwam, zouden ze het bedrijf leeg komen halen. En vervolgens krijg ik een telefoontje van de deurwaarde, die ik had gewaarschuwd van, joh, het is verstandig om het niet te doen, want ja, dat heeft ernstige gevolgen voor jullie, want je bent gewoon strafbaar. Ja. Jij, ik heb van jou gehoord dat je een plan had om de Belastingdienst voor de rechter te dagen. En dat eigenlijk het liefst met zoveel mogelijk mensen zou willen doen. Dat zoveel mogelijk mensen zich aan kunnen sluiten. Dus jij roept eigenlijk op dat de MKB'ers die coronaschuld hebben, die problemen met de Belastingdienst hebben, om zich te melden bij ons of bij jou. We kunnen dat even ondertitelen en zorgen dat mensen weten waar ze dat kunnen doen, zodat we dat gezamenlijk kunnen gaan neerzetten. Ja, doelstelling van de case is voor mijzelf. Nou, in wezen denk ik dat ik hem al gewonnen heb doordat de beslaglegging is opgeschort. Alleen dan hangt daar een zwaard van Damocles boven. Dus wij gaan nu in de aanval als bedrijf. En wij roepen inderdaad mensen op van, joh, doe mee. Dat wat je kan winnen is dat die coronaschuld komt te vervallen. Dus dat is een aanzienlijke verruiming van je budget van je eigen onderneming. Ik zeg niet dat we het gaan winnen, want het is overheid. Dus we hebben van heel veel dingen. Kijk maar naar Gideon van Meijeren net. We hebben van heel veel dingen geen actieve herinneringen meer aan. Nee, precies. Maar wij wel, want we hebben alles genoteerd. Dus ik zou zoveel mogelijk bedrijven willen aanmelden. De belofte die we daarbij doen is dat we die gaan vechten als leeuwen om ervoor te zorgen dat die coronaschuld komt te vervallen. De garantie. Dat is logisch, want dat we dat niet weten. Maar wij roepen bij deze dus op dat zoveel mogelijk MKB'ers, mensen die problemen hebben met de coronaschuld, mensen die problemen hebben met de Belastingdienst, maar voornamelijk bedrijven, om zich te melden bij ons, zodat we dit tot een grote case, zaak kunnen maken. Zodat zoveel mogelijk mensen hier aan mee gaan doen en hier ook hun voordeel uit kunnen gaan halen. Nou is er een hele directe case en ik kom daar zo meteen op. Kijk, we krijgen in het klein is dat, we krijgen een verkeersboete. Ja? Die verkeersboete, daar staat verder geen naam op, staat helemaal niks op, alleen maar een nummertje. Het komt van niemand. Hebben we bezwaar gemaakt, maken we bezwaar op dit soort documenten. Ook belasting, maar ook bekeuringen. En uiteindelijk heeft dat bezwaar helemaal geen zin, want ze halen gewoon het geld van je rekening. Ja, kennisgeving van verhaal, door u te betalen, nul, het is er gewoon af. Is gewoon van je rekening afgehaald. Nou, waar heeft dit mee te maken? En dit is een enorme bedreiging voor ons. Is belasting is één, coronaschuld is ook daarmee verbonden. Het is een enorme bedreiging en is eigenlijk het plan 2020, dat is gedefinieerd in een patent. Kan je straks op de website ook van Maas, ook bij jullie zou je dat kunnen krijgen. Ja, wij zullen het ook gaan plaatsen. Het patent heet WO2020-06-06-06. Daar zullen we meer onderzoek naar moeten doen met elkaar. Zeker. Maar het is al geïmplementeerd, hè? Want we kunnen wel brieven schrijven naar bekeuringen of naar de belasting of naar gemeentebelasting. Maar je krijgt gewoon geen antwoord. Dus je praat al tegen AI. Ja. Artificial intelligence. Ja. En als je dan kijkt van je praat tegen AI. Ja, wacht even. Als je het ziet als het goddelijke. Nou, daaronder zitten de kinderen van God. Hè, dus dieren, mensen. God is geschapen zoals dat. Ik ben niet religieus, maar laat die lijn even staan, zeg maar. Nou, daaronder zit dan ergens de overheid die daartussen zit. Dus wij zijn de baas van de overheid. Laat dat even duidelijk zijn. Ja, wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Oké, dan heb je inderdaad een uitleg. En dat, of dat
Allah is, of dat heeft allemaal niks mee te maken. Allemaal hetzelfde verhaal. Ja. En daaronder zit de computer. Nou, wat ze nu gedaan hebben in die hele structuur, is dat ze die computer hebben gezet tussen God en de mens. Ja. Hé, maar dan moeten we toch wel eventjes ingrijpen. Want ik ga me nooit, ever, conformeren aan een computer. Nee, natuurlijk niet. Dus dat is dit gevecht ook. Ja. Moeten wij ons met z'n allen flink voor inzetten? Gaan we ook doen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En we komen er zeker nog een keer op terug. Koffie. Koffie.